Welkom bij deze instructievideo over deze mandala. Ik heb gekozen voor 8 verschillende kleuren acryl garen met een bijpassende haaknaald van 2,5 mm. We gaan eraan beginnen. Ronde 1 en we starten met de allereerste kleur met een magische cirkel. En maken dan 3 losse steken. 1, 2 en 3. En deze 3 losse steken tellen voor je allereerste stokje. Ik wil nu een losse gaan maken voordat ik het volgende stokje ga maken. Dat houdt in dat ik nog een losse steek erbij moet gaan maken. Je hebt nu 4 losse steken. De eerste 3 tellen voor een stokje en de vierde die telt dan voor een losse steek. In de magische cirkel gaan we een stokje maken. En dan een losse. En dit is de kleine herhaling die wij helemaal rond gaan maken, 14 keer in totaal. 14 stokjes met daartussenin een losse steek. Draad weer om de naald, terug in de magische cirkel en een stokje maken en daarna dan een losse. Dat is dan nummer 3. Weer een stokje maken en daarna een losse. 4. Een stokje maken, daarna een losse. 5. 14 in totaal. 6. 7. 8 en 9 en 10, 11, 12, 13, nog één keer, stokje nummer 14 en dan moeten we nog de laatste losse maken. We hebben nu 14 stokjes in totaal met daartussenin een losse. We trekken aan het korte koordje in het midden van de magische cirkel en dan sluitering. En dan gaan we in het begin een onzichtbare steek maken. En hiervoor moet je de draad afknippen. En dan maken we de steek helemaal open. We trekken de haaknaald helemaal door omhoog. En dan pakken we een stompe naald erbij. En dan maken we de onzichtbare steek niet in de eerste steek, maar in de tweede steek. De allereerste steek is een stokje en dat zijn de 3 lossen in het begin. Die 3 lossen die sla je over en je gaat dan naar de tweede steek en dat is dan de losse steek. 1, 2, 3, die sla je over en dan in de vierde ga je met je naald onder dat V-steekje door, van voor naar achteren. Trek de draad dan door. Dan ga je terug naar de laatste steek die je hebt gemaakt en dat is een losse steek. En dan boven in de top, alleen in het achterste lusje, van boven naar beneden, draad doortrekken en dit is je onzichtbare steek. Beide draadjes die werk je even netjes af aan de achterkant van je werkje. Ronde 2 met een nieuwe kleur en die gaan we vastmaken op de haaknaald en nu starten we in de cirkel tussen 2 stokjes in een ruimte van een losse steek. We gaan niet in de steek werken, maar echt tussen de 2 stokjes in. En daar starten we met een staand 2 stokjes samenhaken. Draad gaat om de naald en dan ga je tussen die 2 stokjes in die ruimte van de losse. Pak de draad op omhoog. 3 lusjes op je haaknaald, omslaan en door 2 heen halen. Draad gaat weer om de naald. Terug in dezelfde ruimte tussen die 2 stokjes in. Draad weer oppakken. 4 lusjes op je haaknaald, omslaan, door 2 heen halen. 3 lusjes op je haaknaald, omslaan en door 3 heen trekken. Dit zijn 2 stokjes samengehaakt. Een staande 2 stokjes samengehaakt. We gaan een losse maken en dan skippen we over naar de volgende ruimte van die ene losse tussen 2
stokjes in en dan gaan we een nieuwe twee stokjes samen haken maken. Dus de draad gaat om de naald, draad pak omhoog, omslaan door 2, draad om de naald, terug in dezelfde ruimte, draad pakken, omslaan door 2 en dan omslaan door 3 heen halen. En daarna maak je weer een losse. En dit is het patroontje wat je helemaal rondom gaat maken, 14 keer 2 stokjes samen haken met daartussenin een losse. Ga over naar de volgende ruimte, maak 2 stokjes samen. Omslaan en door 3 en daarna een losse maken. Naar de volgende ruimte, tussen 2 stokjes in, 2 stokjes samen haken maken en daarna een losse. 14 keer in totaal, helemaal rond en aan het begin maak je een onzichtbare steek. Ik ben bijna rond, mijn laatste 2 stokjes samen haken. Dan niet vergeten nog een losse te maken. En nu gaan we de draad afknippen om een onzichtbare steek te maken in het begin. De draad trek je weer helemaal door omhoog. Een onzichtbare steek maak je nooit in de eerste steek, die sta je altijd over. Je gaat altijd door naar de tweede steek. En dan van voor naar achteren, je werkt als het ware om je allereerste steek heen. Dan ga je naar je laatste losse die je hebt gemaakt, alleen in het achterste lusje van boven naar beneden. Doorhalen en dan is ronde 2 klaar. Ronde 3 met weer een nieuwe kleur op mijn haaknaald en wij starten met een staand stokje tussen 2 groepjes van 2 stokjes samen haken in een ruimte van een losse. En we gaan dan weer niet in de steek van die losse werken, maar echt tussen de 2 groepjes van 2 stokjes samen in. De draad staat op je naald. Omslaan en je gaat dan tussen die 2 groepjes in. Draad te pakken omhoog. Omslaan door 2 inhalen, omslaan door 2 inhalen. Dit is een staand stokje. In diezelfde ruimte er gaan nog 2 stokjes bij in. 1 en 2. We hebben hier nu een groepje van 3 stokjes. En dit is het kleine patroontje wat je gaat maken, helemaal rond tussen elke groep van 2 stokjes samen in. Dus de draad gaat weer om de naald. We gaan naar de volgende ruimte van die ene losse. En dan tussen die 2 groepjes in gaat dan weer een groepje van 3 stokjes. Zo ga je helemaal rond, 14 keer in totaal. En dan maken we in het begin weer een onzichtbare steek. In de volgende ruimte 3 stokjes. En in de volgende ruimte 3 stokjes. In ronde 4 beginnen we weer met een nieuwe kleur. Die staat op mijn haaknaald en we beginnen met een staand 2 stokjes samen haken tussen 2 groepjes van 3 stokjes in. Draad staat op de naald, omslaan en dan tussen de 2 groepjes van 3 stokjes. In die ruimte, daar ga je met je haaknaald in, pak de draad op omhoog, omslaan door 2. De draad gaat weer om de naald, terug in dezelfde ruimte, draad te pakken, omslaan door 2, omslaan door 3. We maken nu een losse en dan ga je terug in dezelfde ruimte met nog eens 2 stokjes samen haken. De draad gaat weer om de naald, in dezelfde ruimte draad te pakken, omslaan door 2, draad om de naald, terug in dezelfde ruimte, omslaan door 2, omslaan door 3. We gaan de volgende 3 stokjes overslaan en dan kom je in de volgende ruimte tussen de 2 groepjes van 3 stokjes in. En dan gaan we weer een nieuw 2
stokjes samen haken en maken. Dus 1 en 2, omslaan en doorhalen. Dan een losse. En nog een keer in dezelfde ruimte terug met 2 stokjes samen haken. En deze kleine herhaling ga je helemaal rondmaken in de volgende ruimte tussen de 2 keer 3 stokjes in. Daar maak je weer 2 stokjes samen haken, een losse en 2 stokjes samen haken in dezelfde ruimte. Naar de volgende ruimte 2 stokjes samen haken, een losse, 2 stokjes samen haken. Werk zo helemaal rond en dan aan het begin maak je een onzichtbare steek. Ronde 5 met een nieuwe kleur op mijn haaknaald en we starten in een ruimte. Het maakt niet zoveel uit welke ruimte, of in een losse of tussen 2 groepjes van 2 stokjes samen. Je kiest gewoon een ruimte en daar start je met een staand stokje. Maak dan een losse en dan ga je terug in dezelfde ruimte met nog eens een stokje. Je hebt hier nu een kleine V-steek gemaakt. We skippen over naar de volgende ruimte en dat is in mijn geval een losse. Daar maak je weer een stokje in. Dan een losse en terug in dezelfde ruimte met weer een keer een stokje. Voor een volgende V-steek. Zo ga je helemaal rond. In elke ruimte maak je een V-steek. Van een stokje. Een losse en een stokje. In de volgende ruimte een stokje, een losse en een stokje. Werk zo helemaal rond en in het begin maak je een onzichtbare steek om deze ronde te sluiten. En we starten weer met een nieuwe kleur op de haaknaald in ronde 6. En we gaan nu in elke ruimte van die ene losse, in elke V-steek, 3 stokjes haken. De draad is op de naald en we slaan hem om. En dan gaan we naar een ruimte in een V-steek van een losse en maken daar een staand stokje. En dan in diezelfde ruimte nog een keer 2 stokjes erbij in. Heb je nu een groepje van 3 stokjes. Dit ga je maken in elke V-steek. Dus je skipt over naar de volgende V-steek in de ruimte van die ene losse en daar gaan 3 stokjes in. 1, 2 en 3. En dit is het patroontje wat je helemaal rondom gaat maken. In elke V-steek van die ene losse gaan 3 stokjes. Werk zo helemaal rond. In het begin maak je weer een onzichtbare steek om deze ronde te sluiten. Ronde 7 met weer een nieuwe kleur op een haaknaald en we starten met een staand stokje tussen een ruimte van 2 keer 3 stokjes. Dus de draad gaat om de naald en dan maken we daar een staand stokje. Maak nu 2 losse steken, 1 en 2, en je gaat terug in dezelfde ruimte met nog eens een stokje. We hebben hier een wat groter
V-steekje gemaakt. Je skipt over de volgende drie stokjes heen en dan in de volgende ruimte tussen die twee groepjes van 2x3 stokjes gaat weer een nieuwe, wat grotere V-steek. Dus je gaat een stokje maken, twee losse en een stokje in dezelfde ruimte. In deze kleine herhaling ga je weer helemaal rondom maken. Een stokje, twee losse en een stokje in dezelfde ruimte. Werk zo helemaal rond. En aan het begin van deze ronde gaan we deze ronde sluiten met een halve vaste in je allereerste staande stokje. Ik ben bijna klaar met deze ronde. Nog twee losse en een stokje. Nu gaan we deze ronde sluiten en dat doen we dan met een halve vaste op de top van je allereerste steek die je hebt gemaakt. En dat is dat staande stokje. Daarbovenin ga je met je haaknaald door de V-steek heen. Pak de draad op, doorhalen en doorhalen. Draad niet afknippen, we gaan door met dezelfde kleur. Ronde 8 en we gaan door met dezelfde kleur en ik wil beginnen in de allereerste V-steek. Om daar te komen maak je een halve vaste. Nu starten we echt vanuit die V-steek. Je maakt een losse en dan maak je een vaste in de V-steek en die vaste steek is je allereerste echte steek die je hebt gemaakt. We skippen over naar de volgende V-steek en daar ga je 7 stokjes in maken. Dus naar de volgende V-steek en dan maak je 7 stokjes in. Dit is de eerste en de tweede, dat is nummer 3, 4, 5, 6 en 7. En nu skippen we weer over naar de volgende V-steek en daar gaat een vaste in. Je hebt nu een kleine schelp gemaakt. We skippen over naar de volgende V-steek en in die volgende V-steek gaan weer 7 stokjes in dezelfde ruimte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7. En dan skip je over naar de volgende V-steek en daar gaat dan weer een vaste in. Dit is het patroontje wat je weer helemaal rondom gaat haken en aan het begin maak je een onzichtbare steek om deze ronde te sluiten. Weer een nieuwe kleur op de haaknaald in ronde 9 en we gaan beginnen in een vaste steek tussen 2 schelpjes in. En in die vaste steek gaan we een grote V-steek maken. We starten met een staand stokje in die vaste steek. Dan maak je 3 losse. 1, 2 en 3 en ga terug in dezelfde vaste steek met nog eens een keer een stokje. Dit is dan een grote V-steek die je hebt gemaakt.
Je gaat helemaal rondom in elke vaste steek zo'n grote V-steek maken. Om daar te kunnen komen maak je eerst een ketting van 7 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je gaat dan over die schelp heen naar de volgende vaste steek en boven in de top maak je dan weer een grote V-steek van een stokje. Dan 3 lossen. 1, 2 en 3 en weer een keer een stokje in dezelfde steek. Dit ga je zo helemaal rondom maken. Dus de volgende steken zijn dan weer die 7 lossen. Over de schelp heen naar de volgende vaste steek en daar gaat dan weer een grote V-steek in van een stokje. 3 lossen en een stokje. Zo werk je helemaal rond en aan het begin maken we dan een halve vaste om deze ronde te sluiten. Mijn laatste 7 lossen. En dan gaan we op de top van de allereerste staande stokje die halve vaste maken. Onder dat V-steekje door. Draad te pakken. Doorhalen en doorhalen. In de volgende ronde gaan we door met dezelfde kleur. Ronde 10 en dit is gelijk ook de finale ronde van deze mandala. We gaan door met dezelfde kleur en ik wil beginnen in de eerste V-steek en daarom maken we daar eerst een halve vaste. We maken nu 3 lossen. 1, 2 en 3 en deze 3 lossen tellen voor je allereerste stokje. In dezelfde grote V-steek gaan nog 8 stokjes bij in. Draad om de naald in de V-steek en maak een stokje. Dat is 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 en 8. Met die allereerste 3 lossen heb je nu 9 stokjes gemaakt in dezelfde ruimte. We gaan nu een vaste maken op de schelp van ronde 8 in de middelste steek en dat is het stokje nummer 4. Daar gaan we met de haaknaald in. Hier boven op de top, stokje nummer 4. En we werken dan ook gelijk om de ketting van de vorige ronde van die 7 lossen heen. Daar gaan we ook onderdoor. En dan pakken we de draad op aan de achterkant, doorhalen. En dan maken we een vaste steek. Doorhalen en door 2. Je hebt nu een vaste steek gemaakt bovenop die schelp en ook gelijkertijd om die ketting heen gewerkt. We gaan door naar de volgende grote V-steek en daar gaan 9 stokjes in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. We skippen door naar de vaste steek op de midden van de waaier van ronde 8. En dat is stokje nummer 4 boven in de top. 1, 2, 3, 4. En we gaan weer onder de ketting van die 7 lossen heen van de vorige ronde. En maken dan een vaste steek.
En deze waaiers die gaan we helemaal rondom maken in alle V-steken. En als je rond bent, maak je je allerlaatste onzichtbare steek. Ik heb hier mijn allerlaatste schelp gemaakt en we gaan nog een laatste vaste steek maken. Op de top in stokje nummer 4 met een vaste. Nu gaan we in het begin een onzichtbare steek maken. Hiervoor knip je de draad af. En we trekken de draad weer helemaal omhoog. En inmiddels weet je wel dat je de onzichtbare steek nooit in de eerste steek moet maken, maar altijd in de tweede. Dus die eerste drie lossen die sla je over. En we gaan dan door naar het allereerste echte stokje. Daarboven op de top. Onder de V-steek door. Draad doorhalen. Je gaat nu terug naar de laatste steek die je hebt gemaakt. Dat is die vaste. In alleen het achterste lusje. Ik draai het werkje om en dan maak ik aan de achterkant altijd een klein knoopje dat de draad niet meer losgaat. En dan weef ik de draad netjes in aan de achterkant van het werkje, zodat je de draad ook niet aan de voorkant ziet. Nog een keertje de andere kant op. Dat doe je dan ook met het andere draadje. Die weef je ook netjes in. En dan de draden afknippen. En we zijn klaar met de mandala. Ik hoop dat je hier wat van hebt geleerd. Bedankt voor het kijken en heel graag tot een volgende keer. Dag!